Een man van 42 is vrijdagochtend aan de Dolomietenweide in Tilburg zeker 3 keer beschoten en daarbij gewond geraakt. Dat gebeurde onder de ogen van zijn eigen zoontje. De politie was vrijdag rond de middag nog druk bezig met een onderzoek waarin de aanleiding van de schietpartij onderzocht wordt. Ook wordt er nog uitgekeken naar de dader. Het zou gaan om een man met een donkere huidskleur van ongeveer 25 jaar oud. Hij droeg een zwarte jas en een blauwe broek. De man rende weg in de richting van Stappengoor. Het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. Het zoontje heeft slachtofferhulp gekregen.